naar de villager. Bam. Wil jij nou ook het knolpower coin systeem in jouw survival? Dat kan. In deze video leg ik stap voor stap uit hoe je dat precies doet. Vergeet even niet te abonneren, te liken, op het belletje te klikken. En wat zeggen ze meestal ook? Oh ja, get some merch! Die we niet hebben, maar goed. Hey, cool. Luister goed. Hey, niet je rug naar me toe draaien. Hey, ik praat tegen je. Dames en heren, we zijn in de Minecraft wereld en we gaan het knolpower coin systeem uitleggen. En dat ziet er een beetje zo uit. Ik wil even één comment van de vorige video van het World Border systeem eruit pikken. Die is van Rogier Goos. En die zegt, Gert-Jan, om je gegevens van je commentblok niet te laten zien, moet je doen. Commentblok output vals doen. En dat klopt helemaal. Heb je helemaal gelijk in. Alleen die doen moet er niet voor. Het moet gewoon commentblok vals zijn. En dan doet hij het gelukkig. Dus dankjewel voor je comment. Lekker bezig. En ik zoek volgende keer weer een nieuwe comment uit. Die ik dan ga voorlezen. Ik wil ook even een shout-out geven aan de Dutch Commander. Want die heeft dit oorspronkelijk gebouwd. En, maar dat deed helaas niet meer. Want die video is 3 jaar geleden gemaakt. Ik zet de map ook onderin de beschrijving. Kunnen jullie hem downloaden? Je kan ook lekker meedoen. De comments staan ook in de beschrijving. Wat we eerst even moeten gaan doen is de scoreboards voor de achievements moeten we gaan maken. Die heb ik hier even staan. Nou, hier zo. Dit is de coin teller, zeg maar. Dus die je aan de zijkant ziet. / scoreboard objectives add coins. Net zoals in de vorige video. Heel simpel. Gewoon een scoreboard maakt hij dan aan. Doe je even een button op. Klik je op. Maar je kan hem ook gewoon in de comment zelf kan je hem doen. Nou, dan maak je hier de objectives aan. Want je moet zeg maar, ik wil dat als je hout breekt, dat je dan, dat de teller dan omhoog gaat. Dus dan doe je / scoreboard, objectives, add en dan wood break. Daarna geef je er een criteria aan. Een criteria is dus wat die, wanneer je iets krijgt. Dus ik zet hier Minecraft Mind en dan Minecraft ook Plank. En daarachter doe je gewoon een naam en dat maakt niet zoveel uit wat je daar doet. En dan doet hij dus telkens als jij een houtblokje breekt, daar 1 zet. Hier doe ik eigenlijk hetzelfde, maar dan als je een diamond pickaxe gebruikt. Dus use Minecraft diamond pickaxe. Dus eigenlijk hetzelfde als woodbreak, alleen dan doe je dit zinnetje even iets anders. Dan doen we hier zo, doen we als je een koe killt. Ik laat het zo meteen allemaal even zien. Weer hetzelfde als de vorige twee. Alleen Minecraft killt, Minecraft cow. Als je een koe killt, dan krijg je een punt hoger. Ik ga er een beetje snel doorheen, want het duurt allemaal een beetje lang anders. En anders duurt deze video ook veel te lang. Nou, dan zijn we bij het vierde. Dan doe je, als je een diamond ore breekt, mind, dan krijg je een punt omhoog. Oké, dan zijn we nu hier aangekomen. En dit is zeg maar het resetten van de coin. Bijvoorbeeld hier zo, wood break, die zet ik dan weer op 0. Dus dan zou ik hem weer kunnen halen, zeg maar. Dat is, voor mij is dat even simpeler om het uit te leggen. Maar voor jullie is dat niet echt heel noodzakelijk. Nou, hier doen we de coins resetten. Doe gewoon players reset en dan iedereen en dan coins. Je moet wel goed opletten dat het goede naam erin staat. En dan doe je gewoon buttons bovenop. Nou, hier doe je de diamond pickaxe reset. Hier doe je de, als je een koe gekillt hebt, doe je resetten. En hier doe je de diamond break. En dan zijn we aangekomen bij dit rijtje hier. En dit ziet er een beetje lastig uit, maar dat is het niet. Dus laten we maar gewoon beginnen met de onderste. We willen zeg maar dat als je woodbreak 1 heeft, dat die dan een redstone blok boven zet. Eigenlijk wil ik dat hier een redstone blok komt. Dat dan activeert hij deze. De coördinaten die zijn hier anders dan waarschijnlijk bij jullie. Want als je deze map downloadt niet. Maar als je hem zelf maakt, dan moet je even goed kijken wat de coördinaten hiervan zijn. Ik heb hem nu dus zo staan en dan komt hier dus een redstone blok. Nou, dan activeert hij dit. Scoreboard, players en dan add. En dan iedereen die woodbreak 1 heeft, doet die coins 1 erbij. Je moet wel goed opletten dat deze op repeat staat. Bij alles wat ik nu uitleg moet je alles gewoon hetzelfde repeat en chain en impuls doen. Anders doet het namelijk niet. En hier doen we de titel. Dus deze activeert hij als hij dus een coin erbij heeft. Nou, titel, woodbreak is 1. Dan zegt hij dus gefeliciteerd. Bij de subtitel zegt hij dan, je hebt een coin ontvangen als je dus een woodbreak 1 hebt. Nou, hier doen we even een particle. Dat is niet heel nodig. Nou, dan hebben we de particle gehad. Maar we willen dat als je hem gehaald hebt, dat je hem niet nog een keer kan halen. Dan komen we hier. Zorgen dat je niet nog een keer een objective kan halen. Dan zeggen we dus, oké, als woodbreak 1 is, dan woodbreak 2 maken. Dus dan activeert hij die common blocks helemaal niet meer. Dat is nodig, anders kan je hem altijd nog weer halen. We willen dat die redstone blok, dat die ook weer verdwijnt. Dan zetten we hier zo, zetten we set blok en dan Minecraft R. En dat doet hij altijd. Dus als er een redstone blok komt, ik kan het even laten zien. Huts, en dan gaat hij weg. Oké, we zijn nu aangekomen bij de scoreboards maken voor de
voor de coins. Want je moet namelijk een aantal scoreboards hebben om de coins ook toe te voegen. En dan zijn we bij dit rijtje aangekomen. De onderste, dat is gewoon objectus at random dummy. De randomizer werkt daarop. Dan komen we daarboven, need item. Is niet echt nodig. Nou, dan hebben we use coin. Dat moet wel, want anders doet het het niet. Dan komen we hierbij, ja, dit is wel een leuke. Je doet hier zeg maar TTV doe je aanmaken en dat is Talk to Villager. En dan zeg je dus Minecraft Custom Minecraft Talked to Villager. En dan doe je dus, je krijgt die TTV gaat er 1 bij als je met de villager praat. Nou, we gaan lekker zeg. We zijn alweer bij het volgende gedeelte. Bij het volgende gedeelte gaan we ook daadwerkelijk de villager spawnen. En doe hem teleporteren naar de goede plaats en geven hem ook effecten toe. Dus dat hij invisible is, dat hij niet kan traden, et cetera, et cetera. Hier staat de villager spannen. Neem een villager en dan de coördinaten ervan. Custom name en dan doe je text coins. Dus hij moet de naam coins hebben. Dat is wel even heel belangrijk. Hij moet de naam coins hebben en dan offers en dan niks. Dat betekent dat hij niet kan trade. En dan doet hij dus, als je hier een knop doet, doet hij dus de villager naar boven spannen. Bij mij nu niet, want ik heb hem al getp'd. We gaan hem tp'en. En dat is bij deze. Je kan gewoon slash tp en dan entity, dus aapzetje e. Neem coins, want hij heet coins. En dan doe je hem naar de coördinaten waar jij hem wil. Ik heb hem dus naar hier getp'd. En dan komen we bij het effect voor de villager dat hij invisible is. Doet hier zeg maar effect, give en dan met de naam coins, Minecraft invisible. En dan dit erachter. Dan is hij dus invisible en dan zien we hem dus ook niet meer. Dan zijn we nu bij Instant Health, want je wil ook niet dat hij dood kan gaan. Dat zou wel heel erg vreemd zijn. Dan doe je eigenlijk weer hetzelfde. Doe je effect, give, name, coins. Ik doe ook nog type as villager ervoor, want dan weet hij echt precies villagers. Dan Instant Health en dan dat weer achter. Oké, mijn licht stond niet echt heel goed, dus ik heb het even gefixt. Mijn licht staat weer goed, dus we gaan weer lekker verder. Nou, we zijn nu bij het daadwerkelijke trading systeem. Je wil zeg maar, als hij met een villager praat, dat hij dan use coin 1 doet. Dus in deze combo box zetten we dit neer. Execute if entity is type Minecraft villager name is coins. Dus als je dus coins ingaat, run dan scoreboard players set en dan zet je P, dus de dichtbijzijnde player. Scores is TTV is 1. En dan zegt hij dus van oké, als het TTV 1 is en je hebt de coin of hoger dan 1 coin. En need item is 0. Is niet echt nodig, maar het kan. Doe dan use coin 1. Dus dan doet hij bij use coin doet hij er 1 bij. Als ik nou bijvoorbeeld geen coin heb, dan voert hij dit helemaal niet uit. Dat is helemaal, nee. Omdat er staat bij, coins is 1 of hoger en niet 0. Wat je dan dus gaat doen, is je wil als die geactiveerd wordt, als je een coin hebt, btv 1, dat hij dan armor stand in de lucht plaatst. Ja, dan doe je gewoon slash summon Minecraft armor stand. Coördinaten, nou, die zijn hetzelfde als waar mijn villager staat, alleen dan de hoogte staat nu veel hoger. En dan de custom name noem je coinval. Dat moet, anders doet hij het weer niet. En wat we dan gaan doen is we gaan TTV, dus Talk to Villager, gaan we resetten. Hoe we dat doen, dat is we klikken hierop en dan scoreboard player set A, TTV 0. Dat zie je het activeert, dus TTV eerst 1, maar dan wordt hij gelijk weer naar 0 gezet. Dus dan kun je weer opnieuw tegen Villager praten. Dan zijn we nu bij de coins resetten. Dus als hij doet zeg maar scoreboard players remove A, scoren is use coin is 1. Als use coin 1 is, dan doet hij de coins. Eentje naar beneden. We willen ook dat als usecoin 1 is, dat usecoin ook weer 0 wordt. Dus dan kun je weer opnieuw kun je, in de villager en kun je weer usecoin 1 maken. Scoreboard player set en als usecoin 1 is, zet hem dan weer terug naar usecoin 0. Zijn we nu aangekomen bij de effecten van de armor set. Nou, normaal zou die coinval zeg maar uit de lucht vallen en dan zou het zo bam erop komen met de particles. Dat is me niet gelukt. Wat me wel gelukt is, is gewoon die particles, als je erop klikt, dat die één keer poef. Dan zie je het. Dus ik leg nu even uit hoe ik dat gedaan heb. Dan zijn we nu hier aanbeland en die bovenste gaan we zo meteen ook doen. Nou, dan komen we hier. Particle for armor stand. Execute if entity type armor stand name coinval. Dus als die bestaat, dus als die wordt aangemaakt, doe dan particle, flame en dan de coördinaten daarvan. Maar we willen niet als enige flame een witch effect. Dus dat is dat paarsje. Eigenlijk precies hetzelfde als coinval er is. Doe dan particle minecraft witch naar de goede coördinaten. En dan doe je nog eventjes deze getalletjes erachter. Dat is niet heel belangrijk, maar het kan. We willen ook nog een soort van mysterieus effect hebben. En dat is de enchant effect. Execute if entity
CoinFall bestaat, doe dan Particle, Minecraft en Kant naar de goede coördinaten. En dan weer de gegevens erachter, hoe lang en hoe groot, et cetera. Maar we willen dat Particle moet niet blijven. Dus we willen zeg maar dat hij de armor center weer kapot maakt zodra die komt. Dus dan krijgen we dat flikker effect. Dus dat doen we hierboven. Kill armor center. Execute if entity. Daarop zeg je hey armor center. Neem coinfall. Dus als coinfall weer bestaat. En dan run, kill en dan coinfall erachter. Dus dan doet hij hem gelijk weer verwijderen als hij bestaat. Zo, dan zijn we al bijna klaar zeg. Dan, dat gaat lekker. Wat ik nog wel even vergeten ben is de destroy voor het armor stand, want hij moet natuurlijk wel geactiveerd worden. Dat was ik even vergeten. Maar wat je dus moet doen is, je zet hier zo in dit comment block executive entity, neem coinfall en dan run setblock en dan de coördinaten daarvan doe je erin zetten en dan Minecraft redstone block. En wat ik dus daarna heb gedaan is, ik maak hem weer R daarna. Dus ik doe slash setblock en dan de gegevens en dan min 1, dus hij moet één keer terug, dan Minecraft R. Nu komt wel het moeilijke deel en hier heb ik ook heel lang aan gewerkt. Ik moet namelijk de randomizer moet ik gaan instellen. Hierzo zit de randomizer in. In dit commentblok hier zeg ik dus als usecoin 1 is, zet dan hier een redstone blok neer. Dus dan activeert hij dit en dan activeert hij dat. Execute if entity source is usecoin 1. Dus als usecoin 1 is, doe dan setblok naar de juiste coördinaten. Minecraft redstone blok. Dan doen we hier hem dus ook weer R maken, dus dan doet hij weer pats. Dan heeft hij dit even geactiveerd, waardoor dit ook geactiveerd wordt. Nou, dit is zeg maar gewoon de commando om random een redstone blok neer te zetten. Scoreboard player set, daarom zet je E, name random. Daar kom ik zo meteen bij wie random heet. Type armor stand en dan sort random. Dus dan doet hij een random armor stand eruit pikken. En dan limiet 1, dus hij wilde eentje. En dan random 1. Waar die name random nou vandaan komt? Ik heb hier in de chest, heb ik, nou dit is coins, dit is de villager, coinfall, maar die worden eigenlijk automatisch al gemaakt. En hier heb ik de tag random. Je zet hier namelijk armor stands neer. Je kan twee items hebben die je kan krijgen uit een coin, maar ik heb er nu even een paar. Dan zet je de armor stand zet je gewoon zo neer. Die moet je namelijk een naam geven. Dus dat doe je met de tag en dan doe je gewoon op de armor stand klikken met die tag. Waar we dan komen is bij dit comment blok. Zet random redstone in randomizer. En dan komen we hier. Execute at aapstaatje E. Dus als eentje naar 1 is, zet dan een comment blok bij de juiste coördinaten. Minecraft redstone blok. Dus met dit comment blok zet hij hier een redstone blok. Nou, dan zijn we nu hier dus aangekomen. Ik wil dat de redstone blok weer teruggezet wordt naar R. Dus dan kan het weer opnieuw kan die komen. Want als hij er al staat, dan gaat hij er niet weer eentje neerzetten. Wat we hier dus hebben gedaan, is we hebben hier het item hebben neergezet. Slash summon, Minecraft item. En dan doen we item ID en dan diamond blok. En dan doen we er eentje. En dan doen we de pick-up delay, doen we 60. Na zoveel tijd kun je hem pas oppakken. Dus als hier een redstone blok komt, dan activeert hij dit. En dan activeert hij ook dit. Want we willen namelijk als random 1 is, dat hij weer terug gaat naar 0. Wat we dan doen is, we doen gewoon scoreboard players set. Aapstaatje E, scores is random is 1. Als random 1 is, zet hem dan weer terug naar 0. Dat je hem weer terug naar 0 zet, die random, moet één keer staan. Want anders doet hij het namelijk niet. Dan klikken we hier even op en dan, als niet item 1 is, doe dan niet item 0 om hem weer te resetten. Het kan voorkomen dat het systeem het opeens niet meer doet. Niet een hart ervan krijgen. Dat kan hier aan liggen. Wat ik dan altijd doe, als hij het opeens niet meer doet, dan haal ik eventjes, dan doe ik even control en dan druk ik op een scroll. Dan haal ik deze even allemaal weg. En dan kijk ik even of hij het nog wel daadwerkelijk doet. Dus dan doe ik even een redstone blok hier. En dan zie je als het goed is, zie je daar ook iets spannen. Wat ik dan altijd doe, is ik zet deze eventjes op 1. En druk ik weer op dan. En dan kijk ik of hij dan, wat hij dan doet. Dan zet ik hem meestal weer op 0. Druk op impulse. Dan probeer ik het nog een keer. Op chain. En dan druk ik weer op repeat. En dan doet hij het weer, als het goed is. We gaan het gewoon nog een keer testen. Om het nog eventjes aan jullie te laten zien. De final test. Eventjes alles weer resetten. Hier resetten, die resetten, die resetten en die resetten. En dan ga ik eventjes naar survival. Dan gaan we even een houtblokje slopen. Let's go. Bam, gefeliciteerd. Je hebt de coin ontvangen. Dan gaan we eventjes nog wat op de barbecue gooien. Huts, gefeliciteerd. Je hebt een coin ontvangen. Dan gaan we eventjes met de diamond pickaxe. Dan gaan we eventjes dit slopen. Je hebt de coin ontvangen. En dan doen we eventjes een diamond hakken. En we hebben weer een coin. Nou, ik wil nu eigenlijk wel mijn coins graag inleveren. Kunnen we hier gewoon doen. Naar de villager. Bam.
Diamondblok, lekker. En een nette star. Cake, nog een keer cake. Lekker. Dus ja, dit was het eigenlijk wel. Ik maak me even weer creëren. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. En ik help jullie ook graag als het niet mocht lukken. De map staat hieronder in de beschrijving. In die map staat ook een Word bestandje of PDF bestandje met de codes die erin horen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, geen idee hoe dat kan. Maar ja, abonneer dan even. Druk op die like, op het belletje. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Ciao.